De Beekblustblazers. Ja, jullie zijn weer begonnen. Ja het, is het eerste, ja, het is het eerste zondag van Advent. Dus dan mogen we blazen. Want u weet wel, het, is, het blaasseizoen is vanaf de eerste Advent tot aan Drie Koningen. Dat is 6 januari. Dan blazen we. Dat is van oudsher is dat zo gegroeid en ook nog, waarschijnlijk wel verordonneerd. Ja, en. Ja, met hoeveel mensen doen jullie dat? We zijn met een man of twintig en vrouw natuurlijk ook, want uh, het is geen mannenzaak. Laat ik het e eerst maar zo zeggen. Het is, oorspronkelijk is het een, hier in Twente een, een gebeuren dat vanaf het erf ge gebeurt. Er wordt vanuit het erf geblazen, maar dat is in de stad is dat natuurlijk anders geworden. En als wij blazen, dan blazen Ik wist ik blaas vanaf de, vanuit de tuin. En uh, als we blazen bij de school of ergens anders dan met twee man of drie man. Er wordt ook nooit door elkaar heen geblazen of gezamenlijk. Je blaast iedere keer iemand anders, hè? En uh, vandaag is het weer in het Beekluspark, in, in de Graven Allee. Vandaag is het in de Graven Allee, ja. ja. En daar komen we eigenlijk iedere zondag komen we daar samen, een aantal mensen van tien tot elf. Dan kan je hem al, ons altijd horen tussen. Nou ja, de, de Adventstijd. Uh... Elke zondag zijn jullie er. En uh, ja, u had het net al over een uh, droge en een natte hoorn. Kan u daar heel kort even iets over zeggen? Heel kort? <laughs> nou, een droge hoorn is een hoorn die verlijmd is. En een natte hoorn is een hoorn waarbij de helften... In de lengte is die doorgezaagd geweest. Uh, bij elkaar worden gehouden en daar worden die biezen tussen gedaan. En die worden nat gemaakt en dan zwellen de biezen op. En dan is die lucht dicht. Maar als het nou heel hard regent, kunnen jullie dan ook wel goed blazen? Jawel, dan kunnen we best wel bla blazen. Maar of we het willen, dat is een tweede natuurlijk. Ja. <laughs> jullie willen zelf niet zo nat worden? Nee, precies. <laughs> no. En... Ja. Die midwinterhoorn, ja, dat, dat is al een hele oude traditie, hè? Wanneer is die begonnen? Nou, dat is in, in de mist van de, van de, van de geschiedenis. Is dat de, de, de signaalhoorn is wel heel, heel vaak in gebruik. Al heel lang. In het, in het leger bijvoorbeeld. En, en, maar ook uh, als je op de grote straat ziet bij Bakker Kunter Zie je hem ook met een hoorn. Van de bakkershoorn. En, uh, maar uh, men, we weten van... 1800, 1700, dat daar wordt geblazen in, in, in groepen met de midwinterhoorn. Juist, en uh, volgens mij mogen jullie nog heel lang doorgaan, want ook de koeien vinden het mooi. Koeien vinden het prachtig, ja. ja.